Ik ben Harry Pelger en ik ben natuurgids bij het IVN en bij Natuurmonumenten. En als zodanig ben ik ook betrokken bij de ecologie van de camping De Mijn Groot Westeling in Alma. Ik hou alles een beetje in de gaten. Wat gebeurt er met de beestjes? En wat kunnen wij doen om de beestjes te helpen? Onder andere bijvoorbeeld kasten ophangen of wellicht iets aanpassen aan de beer. Mijn passie voor de natuur en voor vleermuizen is vooral begonnen toen ik 30 jaar terug op een IVN natuurgidscursus zat. En een van de laatste excursies en studieavonden ging over vleermuizen. En die vond ik echt fantastisch. Vleermuizen zijn voor mij mysterieus, maar ook altijd aanwezig. En mensen die beseffen niet dat er in Nederland misschien wel 1 miljoen vleermuizen rondvliegen. Ik ben Moera. Ik heb samen met mijn man deze camping gekocht. Omdat het in Almen ligt, supermooi dorp. En het is onder de rook van Zutphen. Het is een prachtige plek aan de Berkel. Maar we wilden ook graag een plek voor de natuur, voor de dieren. En daar heb je maatregelen voor nodig. Daar heeft Harry ons gewoon heel erg goed bij geholpen. Toen wij hier kwamen was eigenlijk wel gelijk duidelijk dat er hier heel veel vleermuizen waren. In het begin gaf dat natuurlijk beperkingen. We wilden een huis bouwen en dat mocht niet, want er zaten vleermuizen in. Maar toen zijn we samen met Harry gaan kijken van ja, maar hoe kunnen we dat oplossen? Dat wij wel ons huis mogen bouwen terwijl we plaats maken voor de vleermuizen. De maatregelen die we dus hebben nu is dat we een zolder hebben waar de vleermuizen terecht kunnen. En ook nog allerlei kasten. We zien hier in het dak een aantal dakpannen met openingen, zodat de vleermuizen naar binnen kunnen. Natuurinclusief bouwen. We zien hier een schoorsteen met de vleermuiskast erin. Dat is weer een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen de eigenaar, de architect en mij als vleermuisman. We hebben hier in deze zolder ook een eigen vleermuiszolder gemaakt. Waar een vleermuis zich door verraadt, is door de keuteltjes. Die keuteltjes die liggen onder de kast of onder de plek waar vleermuizen zitten. En als je zo'n keuteltje pakt, dan kun je die in je hand leggen en helemaal verpulveren tot stof. Dus echt alleen maar stof. En dat komt doordat ze de insecten opeten, maar de vleugeltjes van de insecten niet. En dat is chitine en die kunnen ze niet verteren. Ik sta hier bij de vleermuiskast die op het zuiden gericht is. En ik ga met een zaklamp kijken of er vleermuizen in zitten en hoeveel en welke. En ik zie er 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, oh, ik zie hier zelfs 8. 8 vleermuizen, nou, dat is een heel mooi resultaat. Ja, 8 gewone dwergvleermuizen. Naast de vleermuizen hebben wij hier ook uiteraard andere dieren. Bijvoorbeeld een zwarte roodstaart. En ook daarvoor willen we goed zorgen. En hebben we kastjes opgehangen. Moera, een van de eigenaressen, die had hier een kerkuil gezien. En daarom hebben wij een kerkuilenkast opgehangen. En ook daar is de kerkuil daadwerkelijk in gezien. We staan hier bij het inspiratiebad wat rond de camping loopt. En hier hebben wij een torenvalkkast. Als je nu heel goed kijkt, dan kun je zien dat er een torenvalk op zit. En ik denk, ik vind het wel leuk om een torenvalkkast midden op de camping te hebben. Maar ja. Die roofvogelman die erbij was, die zegt van ja, je kunt die kast daar wel neerzetten, maar daar komt de torenvalk niet. Is er een andere plek? Het terrein hiernaast is ook van de eigenaar en die zegt van nou, misschien is dat een mooie plek. We hebben hem daar neergezet in januari en wat bleek, hetzelfde jaar hebben we al 3 jonkies mogen verwelkomen en ringen. Dus ook weer een succesverhaal. We hebben net gezien dat er vleermuiskeutels verraden waar de vleermuizen zitten. Maar wat zouden deze spaanders nou zijn? Waar zou dat nou van komen? Nou, dat doet de specht. En de specht heeft in deze boom heerlijke larven gevonden. En die hakt net zo lang in het hout tot hij bij de larven kan. Heel veel proteïne, dat vinden ze lekker. Ik vind het fantastisch om de natuur een plek te geven op de camping. Ook simpelweg omdat je merkt dat er gewoon gelijk meer vogels komen weer. De natuur is echt overal om je heen. We hebben net gezien bij de specht wat hij doet. En hier kunnen we ook zien, er zitten duiven, maar ook een sperwer. En de sperwer lust echt wel een lekker duifje. Dat we kunnen zien dat het een sperwer is geweest die de duif gepakt heeft, kun je zien omdat
eigen geplukt is. En een vos die bijt de veren af. Op deze camping vliegt een sperwer rond. Om de natuur goed in de gaten te houden, plaatsen we ook wel eens wildcamera's op strategische plekken. En dan zien we dat ook, als het een beetje rustig is op de camping, of 's nachts, ook andere dieren komen. Vossen hebben we gezien, reeën, hebben zelfs steenmarter gezien. Als het een beetje rustig is, laten die beesten zich ook zien. We hebben hier een steenuilenkast. Het mooie verhaal van die steenuilenkast is dat ik geef excursies hier en daar levert wat geld op. En met dat geld kan ik kasten kopen. Er was een mevrouw bij en die zegt van, oh, daar wil ik aan meedoen. En die heeft buiten die excursie om onze hele kast gesponsord. In deze steenuilenkast zit een livecamera. Daar kunnen we de jonkies mee volgen en zo allemaal. Maar ik heb er ook een buitencamera hangen. Een buitenwildcamera. Die reageert op beweging. Ik haal de camera nu weg. En dan ga ik beneden kijken of er iets moois op zit. Ja, soms is het een bewegend takje en daar staat er niets op. Oh, kijk, we hebben de grote bonte specht. Ook leuk om te zien. Koolmees. En hier, hey, kijk, de steenuil is er. En nog mooi op een filmpje ook. Geweldig. Ik zou zeker aanraden om samen te werken met specialisten. Dus het is gewoon heel fijn als je toch een plek wil hebben voor de beesten die hier gewoon thuis horen. En dan heb je gewoon mensen nodig die daar wel verstand van hebben. Maar het is gewoon heel leuk en de mensen vinden het ook gewoon echt heel leuk. Komen mensen kijken naar het ringen. Als je van beide kanten flexibel bent, dan kun je voor de natuur een goede oplossing kiezen en die ook haalbaar is. En ik denk dat er in heel Nederland nog heel veel mogelijk is voor enthousiastelingen zoals ik, om met bedrijven, campings en landgoederen in gesprek te gaan om de natuur een handje te helpen.